ik laat jullie even wat zien. Nou, dit was dus vraag 1. Nou, die heb ik gewoon lekker fout. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Carin Stelman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van der Werf. Ja. En ik sta zoals jullie zien lekker op een balkon. En het is vandaag 24 juni, woensdag. En het is 1:05, gezellig. En Roderick die is hier rond 1:30. En we gaan er nog even lekker op uit. Ik heb een idee waar we naartoe willen. Het is de lekker aan het water. Dus ja, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben even lekker aan het bakken. 2 wasjes zijn voor mij en 2 wasjes zijn voor mijn mannetje lief. Yep, wat ik al zei, die heb ik lekker aan de telefoon. Al langer al hoor, en nog 12 minuten. Maar... nou ja, lekker. Nou, hier liggen er 2. Ja, zo lief. Hey Bobbemans, kom je nou toch ook weer in de vlog, hè? Ja. Ja, Bob. Dat is leuk. Ja, je bent lief. Ja, dat is handig. Nou, even met Bobby en het lopen zo. Lekker prikkelding hier. Lekker. Nat. Hé hey Bobby, Bobby, kom eens hier. Kom dan. Nee. Bob. Even piezen, kom eens hier. Ja. Goed zo. Ja. Hé hey Bobby. Zo. Ja. Oma is even niet zo lekker hè. Nee, nou dan loop ik toch met jou. Geen punt hoor, Bekkerwij. He? Lekker in de schaduw lopen, hè, vent? Ja. Dan ga je weer piezen, dat weet ik. Hahaha. Ja. Bobby verstopt. Bobby verstopt. Bobby. Hi. Hi. Lekker door het gras heen, hè? Is lekker, hè? Ja. Dacht ik al. Hé? Hi. Hi. Ja, ja. We zijn nu even ergens. In Roelensvarensveen. Nou, mensen, kijk eens om je heen. Hoe mooi het hier is. Wauw. Gewoon het water, dat vind ik heerlijk. Dat is lekker toch? woont. 2 etages. Deze bedoel je en die witte. Burgerveen, gemeente Haarlemmermeer. Oh, die is zo lekker. Huh? Ja. Flitskastje. Dat mag niet meer nog. Weet ik veel over. Ja, en toen waren we dus alweer thuis. Ja, we hebben een lekkere tochtje gehad. We zijn nog eens een keer zomaar in Alsmeer geweest. Waar ik nog nooit ben geweest, schat. Ja. Het is warm, hè? Warm genoeg. Ja. Nou, ik ga nog even mijn theorie doen. Heel goed. Gezellig samen met jou. Kun je nog weer schrijven. Deze stekkerblok, die mag even... die mag beneden, die mag naar beneden. Ja, die mag beneden. Die heb ik betaald aan meneer Theo. Scheelt weer. Top. Ja, vergelijk een beetje op ruimte, jongens. Dat moet ook gebeuren. Die mag weg. En hier mag ik nog op schrijven. Scheelt weer. Jij gaat nog eerst even nu naar de wc? Ik kom er zo aan. Oké, toppie. Helemaal goed. Moet ik hem even gelijk ook nog opnemen? Ja, doe maar. Oké, top. Helemaal goed. Doe ik dat dus ook. Dus ja, ik laat jullie even zien met welke theorie ik bezig ben. Tja. Ik heb mijn browser open. Ik ga naar rijbewijs Carin theorie leren. Ja. Kijk. En dan moet ik die hebben. En dan moet ik inloggen doen. Hey. Ja. Heb ik die nog? Heb ik die. Ja. Ik ben lekker bezig, jongens. Als ik hier op starten druk, gaat hij deze laden. En dan moeten we zo meteen hoofdstuk 10 doen. Nee, die mogen mij. Nou, ik zei dus net tegen jullie en dat we hoofdstuk 10 gingen doen. Foutje van mij. We gaan nu hoofdstuk 11 doen. Communicatie, rijden met licht en moeilijke weersomstandigheden. Nou, ik laat jullie even wat zien. Nou, dit was dus vraag 1. Nou, die heb ik gewoon lekker fout. Nou, en zoals jullie kunnen zien heb ik meerdere fout. Maar deze heb ik goed. Hey. Goed licht. Die heb ik wel, dus gewoon gelijk goed. Die is handig. 3B. De rechterrijstrook. Kijk, zo leren jullie ook weer eens wat. 4. Dat is mooi. 5. Nou. Ik ga even nog verder en geef mij gewoon een duimpje als jullie dit leuk vinden om dit wat meer te zien. Nou, voor de mensen die ook hiermee bezig zijn, dan weet je dit gelijk wat hier allemaal staat. Dus kijk het nog even. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. Nou, Roderick die zit lekker in zijn blote bast. Ik heb mijn bikini aan. Wat dus nu ook weer op dit moment een zwembad gevuld. Lekker op balkon. En hij is bijna vol. Dat was net een beetje heel erg heet. En dan ga ik er zo meteen lekker in plonsen. Nou ja, niet plonsen, maar er gewoon in rustig in zitten. Want het is een balkon, dus daar moet je gewoon wel voorzichtig mee omgaan. Dus, en ik zal Roderick even vragen of hij even het uit wil doen. En even weer lekker de slang weer mee wil nemen naar de douche toe. Dan ga ik er lekker in. Even een beetje afkoeling, lekker. En dan gaan we, als ik afkoeling heb gezocht, gewoon lekker voor korte broek aan. Ik laat het gewoon lekker zo. En dan gaan we daarna lekker naar de Jumbo. Gewoon zo. Kan dat? Mag dat? Ja, dat mag. Waarom niet? Het is toch lekker warm, joh. En ik schaam me niet, hoor. Even mijn litteken. Nee. Waarom wel? Lekker warme urine. Ja. Heerlijk, toch? Ik verpest helemaal niks. Lekker warmere urine. Lekker joh. Lekker warme urine. Lekker je eigen zeik op drinken. Is toch lekker? Het is helemaal geen zeik. Lekker eigen pies. Moet jij even op dan? Nou, drink maar. Lekker warm schuimend bier. Ja, lekker. Warm en schuimend bier, ja, dat is lekker. Voor je schudden. Ja, kom maar. Kom maar. Aan deze kant. Aan deze kant. Nou, het is het dan. En kijk, heb jij nog even lekker gemberwater? Gemberwater. Nou, het is gemberwater. Wil je een beetje gemberwater? Nee. Nee? Vindt ze niet lekker. Lekker warm urine. Niet doen. Niet doen. Ga je lekker dronken worden? En van een lekkere gember siroop? Gembersap. Gembersap. Lekker warme urine. Lekker. Suik op drinken, of niet? Nee, jouw gezeik op drinken, dat is pas lekker. Wat? Jongen. Is toch handig? Ja, jouw gezeik op drinken, door jou. Ja. Ja, is ook handig, toch? Bah. Is lekker. Ik moet wel aanhoren, jouw gezeik. Ja, daarom juist, precies. Hou je nog een beetje van jij mij? Nee. Niet? Mooi zo. Hou we zo. Goed zo. Daar ruik ik van. Cheers. Cheers. Lekker hè? Lekkere uilenzeik. Over die uilenzeik. Uienzeik. Straks heb je nog over berensap. Berensap is ook lekker. Appelsap. Berensap. Berensap, ja. Ja, precies. Maar ik moet even naar beneden, want ik krijg een mooi boek. Oké. Okay. Ja, hi, ja, nou, daar ben ik dan weer even. Ja, Maar ja, gisteren waren we even zo druk bezig met allemaal heel veel andere rare dingen. Het is een rare, chaotische dag, maar wel een leuke dag geweest. Maar ja, vergeet af te sluiten, dus dat doe ik nu dan eventjes. Maar voor deze vlog wel leuk jongens. Ik zou zeggen, abonneer even dan hier. Doe het belletje aan hier. En laat dan gelijk, als je toch bezig bent, een leuke reactie achter. En laat ook vooral een leuk blauw duimpje omhoog achter vanzelf. En ja, laten we gaan voor de 100 duimpjes. Moet kunnen. Of, nou ja, nou, ik heb 380. Laten we gaan voor 200 duimpjes. Ja. En dan mogen jullie een leuke challenge gaan verzinnen voor ons. Kijk. Hey. Vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, blijf kijken. En tot morgen. Slash vandaag. Doei.